Ik heb nooit in mijn auto 102 gegooid, hè. Dit is nu al 152, man. What's up, iedereen? Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga vandaag naar Schiphol Airport om een goede maatsco op te halen. Roy, om precies te zijn. Die gozer is lekker naar wintersport geweest en had iemand nodig om hem op te komen halen op Schiphol. Dus dat ga ik lekker doen. Ik werd wakker door mijn wekker. Ik heb een banaan achter in mijn strot gepropt. Ik ben even snel gaan douchen en ik voel me helemaal fris en fruitig. En ik ga nu Roy ophalen. Daarna ga ik heel even chillen bij Roy. En dan is de planning in één keer heel anders. Maar dat gaan jullie later in de vlog zien. Ik weet dat ik Roy ophaal. Ik denk ook zijn vriendin. Voor de rest weet ik eigenlijk niet zo goed wie ik ophaal. Maar dat zie ik wel. Gezellige boel. Hoe meer zie je, hoe meer vreugde. Daar zijn we, daar zijn we, daar zijn we, daar zijn we. What's up, bro? Hoe is het leven, maat? Lekker, man. Ja? Hey, bro. Tom, zie jij er moe uit, hè? Ja, ik ben ook echt fucking moe. Maar I'm fine. Hey, ik dacht dat je met je vriendin was. Ja, die is daar nog. Die gaat morgen terugrijden met de ouders. Oh, die is nog op wintersport? Ja, die is nog daar gebleven. Dus ik was zeg maar een paar dagen ingevlogen om daar gewoon wintersport. Oh, zij was met haar familie op vakantie en jij kwam gewoon even buurten. Juist. Oh, leuk, man. Dat was echt super dope, maat. Ik wist niet dat ik wintersport zo vet zou vinden. Was je de eerste keer? Ja, de eerste keer dat ik op wintersport ging. Ik wil dat echt al. Zo zie je er ook uit nu. Nee, maar echt serieus. Sinds dat ik zo klein was, wilde ik altijd al wintersporten. Ik wilde skiën en zo. Ja. Maar mijn moeder zei altijd, ik hou niet van kou. En het is natuurlijk te duur. Want ja, twee vakanties betalen is wel best wel duur. Ja, zon en winter. Ja. Exact. Dus nooit gedaan. En nu voor het eerst gegaan. Precies zoals ik me had voorgesteld, man. Maar had je niet knijtenveel spierpijn als je voor het eerst gaat? Ja, ja, best wel. Nu nog steeds in mijn kuiten, ja. Mijn hoofdbenen en een beetje in mijn knieën. Heb je nog harde smakkerd gemaakt op de piste? Ik heb één kolo harde smakkerd gemaakt. Ja. Die staat ook op beeld. Die gaat helemaal stuk. Roy, heb je erop staan? Ja. Dan kan ik eigenlijk maar één ding zeggen. Ga naar Roy's kanaal om het te zien. Ja, ja, binnenkort online. Want dat is jouw content. Ja. Ouwe, ik zit nog steeds te kutten met mijn jas uitdoen. Dat is te verschrikkelijk. Ik ga er gewoon niet uit. Laten we even naar jouw huis gaan, lekker chillen. Ja, maat. Even chillen. Please do. Doe dit, yes. Wat is het hier druk? Je krijgt je jas niet uit, hè? Eindelijk, gast. We zijn er, we zijn er. Even lekker chillen. Mijn sleutels liggen nog in Oostenrijk. Dat is kut. Waar is de sleutels van Oostenrijk laten liggen? Nee, maar echt. Fucking hell, bro. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Ja, het is echt ongelooflijk. Het zit altijd in mijn jaszak. En ik ging skiën met deze jas. Dus de sleutels zaten daar nog in. Dus toen zei mijn vriendin, doe de sleutels er even uit, want anders kan je ze kwijtraken. En nu ben je ze echt kwijt. Maar ze liggen nog gewoon in het huisje. Ja, ze gaan, zij hebben de sleutels. Maar goed, nu moet ik een reservesleutel halen bij mijn moeder. Dus we moeten nu naar je moeder, wat 20 minuten rijden is. En 20 minuten terug. Yup. That's fucked up, bro. Ik heb hier geen zin in. Maar maakt niet uit, we rijden er lekker heen. Waarom je dat zo die pure verstaat, pure emotie, zo van, daar heb ik echt geen zin in. Hé, hey, maar gast, wat is dit nou? Liggen hier nou de sleutels? Hier liggen de sleutels, kijk. Wow! Wat chill, dan hoef je helemaal niet meer naar mijn moeder te gaan. Dat, ja, precies. Next? Laten we chillen. Kan je vaak toveren? Over toveren gesproken, ik ga zo meteen een goocheltruc met jou doen, gast. Ik ken een kaarttruc. En die heb ik laatst in mijn video laten zien. En mensen begrepen er geen pauper iets van. Oké, laat hem aan mij zien. Ik ga hem zo meteen met jou doen. Wow, we gaan even lekker, lekker wat eten. Maar wow, Roy, wil je een banaantje? Hé, hey, daar komt banaan. Wow, wat is dit dan? Dit is toch niet goed, hé? Oeh, kijk dat uiteinde. Ja, daarom gaf ik het aan je. Het is helemaal beschimmeld. Ziet jouw uiteinde er ook zo uit? Uiteindelijk wel. Ah, oké, die was beter. Ik ben wel benieuwd naar jouw goocheltruc. De goocheltruc is toevallig niet dat je je rits open doet en dat je piemel uit je broek valt? Nee, dat is meestal de truc die ik voor het laatst bewaar. Maar aangezien jij al weet wat ik ga doen, dan zou ik die vandaag niet doen. Maar ja, anders zou het me niet boeien, man. Anders zou het mijn worst wezen. Echt wat de hel? Hey Maro, jij hebt een goocheltruc. Ik heb een goocheltruc. Oké. Okay. Ik ga even schudden. Ik vind het goocheltrucken leuk. Ja, vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk. Heb je zelf al goocheltrucjes gedaan? Vond je dat nooit zo interessant? Nee, ik heb het gewoon nooit gedaan. Ik vind het heel interessant, maar ik heb me er nooit in verdiept of zo. Je mag een kaart pakken.
Oh, wacht, dan zie ik natuurlijk welke kaart het is. Wow, wow! Oh shit, gast! Wat de hel? Oh, mag ik een kaart pakken? Maar dat is echt vet, ouwe, holy shit! Ik pak gewoon deze kaart. Ja? Hou de rest tegen. Mag ik hem zelf kijken? Jij mag hem zelf kijken, laat hem ook goed in je kijkers zien. Oké. Nou, kijkers, zien jullie het? Het is een 6 schoppen. Nee, grapje. Mag je hem boven de stapel leggen? Oké. Okay. Zo, oh. Ja, zo. Let op, pak ik de helft van de stapel. Dus dit ongeveer. En dan leg ik de rest er bovenop. Waardoor jouw kaart nu in het midden is beland, right? Ja, ja. Ik ga hem even zoeken. Oké. Okay. Gebruik je daar Google voor toevallig? Ja, precies. Ik gebruik nu Google Search. En ik denk... Wat denk jij? Ik zit er ongeveer midden te zoeken. Ik denk dat dit hem is. Wat? Dus daar gaan we, ja. Maar je denkt dat dit hem is? Is dit hem? Nee. You sure? Nee, het is hem niet. Oké, okay, wacht. Echt niet? Nee. Oké, leg het hier. Wacht, als, heb ik het zo... Wacht, even wat? Oké, ik leg hem nu hier neer. Leg deze bovenop. Deze. Is hem niet? Ook niet? This one. Nee. Nee. Ga ik je nog één keer vragen, hè? Let goed op. Want ik denk dat je een beetje zit te bouwen, dat je gewoon niet heel goed hebt opgelet. Nee. Niet? Hoe zeker weet je? Is dit hem? Nee. You're kidding. Nee. Nee. Dus je weet zeker, hij zit hier nog. Wacht, moet ik het terugkijken? Nee, wacht maar. Je weet zeker, hij zit nog hier? Ja? Oké, stapel ik het stapeltje op. Oh, ik denk, je haalt het uit je mouw. Let op, hè. Dit was hem niet. Dit was hem niet. En dit was hem niet. Nee. Ja! Je hebt me zo een schut gehouden, gast. Voor je... Voor een schut gehouden? Nee, weet ik van wat ik zeg. Ik ben helemaal perplex. Dit was hem. Dit was hem ook echt. Jij maakt me in de war. Ik kan niet eens praten nu. Dit was hem, oprecht. Is dat scherp? Ja, dit is hem. Ja, een goeie. Maar je sloeg hem even zo poek. Ja, in één keer was hij daar. What the fuck? heb je nog een goocheltruc? Ja, ik heb nog wel één. Ja? Ja, en deze is ook echt heel overzichtelijk, want jij krijgt gewoon nu de stapel. Oké. Ik geef de stapel gewoon aan jou. En jij mag daar nu een kaart uitzoeken, maakt niet uit welke. Kies een kaart uit en vervolgens, als je naar mijn kijkers hebt laten zien en jezelf ook goed hebt onthouden, mag je hem bovenop de stapel leggen en dan mag je de stapel hier weer in het midden leggen. Dus okay. Ik raak de stapel niet aan, als je wilt draai ik mij vol. Nee, ik vertrouw je wel. Okay. Ik hou hem wel onder de tafel. Ja. Welke kaart zullen we eens pakken? We gaan voor deze. Ja. Oké, die leggen we op tafel. Niet gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Oké, dan moet ik hem bovenop de stapel leggen. Nu moet ik hem bovenop de stapel leggen. Bovenop de stapel. Oké, dus pakken we die. Dan leggen we hem heel voorzichtig hierop zo. Alright. Ga je gang. We gaan namelijk een trucje doen waar ik je een hele belangrijke vraag voor moet stellen. We gaan namelijk proberen zometeen jouw kaart door de tafel heen te slaan. Maar om dat te doen, moet ik weten of ik zo moet slaan, zo of zo. Wacht, hoe moet slaan? Zo of zo. Oké, doe maar een vuist. Met een vuist. Dikke vist gaan. Oké, let op. Ik pak één kaart. Dit is jouw kaart, de bovenste. Die leg ik hier neer. Ja, ja. Vervolgens pak ik de tweede kaart, een random kaart. En die hou ik onder de tafel. Wat de... Met een vuist, zei je? Ja. Oké. Bam. Dan als het goed is, is dit niet meer langer jouw kaart. Huh? En dan is die nu, denk ik, door de tafel heen gegaan. Yo! Yo! Ja, gast. Is dit was hem. Holy shit, dit was hem. Maar het grappige is, dit was mijn vorige kaart. Echt? Toch? Van de vorige truc. Dat kan heel goed, ja. Ja. Oh, nou, dan komen dat is twee puur trucs toeval. Samen. Ja, dat is echt toeval. Dat is toeval. Oké, nu komt het punt dat ik gevraagd hoe doe je dat? En dan ga je zeggen het geheim van de smid. Dus dat heeft ook geen zin. Ja. Heb je dit gewoon geleerd via YouTube of zo? Ja, ik heb dit vroeger mezelf aangeleerd. Gast, er was een tijd. Kon ik gewoon legit. Ik denk wel 50 verschillende kaarttrucs of zo. Wat is jouw favoriete kaart in het kaartspel? Mijn favoriete kaart is een aas. Een aas. Roy gaat even schudden. Maar ik moest aas kiezen en nu? Nou, je hebt nu gewoon een kaart gekozen, aas. En dan ga ik gewoon nu iets leuks voor je mee proberen. Ik kan nog niet zeggen wat. Oké, nou, aas is mijn favoriet en Roy gaat er wat leuks mee proberen. Nou, ja. Ik ben benieuwd. Je legt ze neer.
Heel voorzichtig. Precies. Wat we bij elk stapeltje doen. Ik heb nu 4 stapeltjes gemaakt. Ik heb het kaartspel geschud eens. Ja, ja. Het is helemaal geschud. Oké. Okay. Dan ga ik het als volgt doen. Ik pak 3 kaarten. Die leg ik onderop. En vervolgens geef ik elk stapeltje netjes 1 kaart. Nou, we willen iedereen natuurlijk gelijk behandelen. Dus ook bij het tweede stapeltje ook 3 kaartjes onderop. En elke stapel krijgt dan weer 1 kaart. Wat de hel. Ook deze stapel, 3 kaarten onderop. En elke stapel weer 1 kaart. En tot slot bij de 4e stapel ook. De eerste 3 onderop. En elk stapeltje weer 1 kaart. Oké. Okay. De aas was jouw favoriete kaart. Ja. Oké. Okay. Als het goed is... Maar maakt het dan nog uit of het harte schoppen, klaver of zo is? Nou, ik ga gewoon proberen alle aasen voor jou uit dit spel te trekken. We hebben hier 52 kaarten. Ik heb 4 stapeltjes voor je gemaakt. Wat is de kans dat in elk stapeltje 1 aas zit? Die kans is natuurlijk al heel klein. Maar wat nou als ik je zou vertellen dat alle aasen bovenop elk stapeltje liggen? Dat zou toch helemaal bizar zijn? Wat is... Gaat hij helemaal staan? Helemaal breed maken? Ja, terecht ook, want dit is lijn. Wat is dit? Had jij vroeger geen vrienden dan? Ik ben helemaal van de kaart. Welke vond je het ziekste ook terug? Deze? Of, nee, die kaart? Door de tafel slaan. Die door de tafel slaan was lijp, jongen. Holy shit. Ik weet hoe jij je vriendin hebt leren kennen. Hey gast, vind je vriendin goocheltrucken leuk? Absoluut. Ik tover ook vaak met haar toverdoos. Oh my god. Met mijn toverstaf. Ja. Ik wou hem maken, maar ik dacht, dat is te goor, weet je wel. Maar jij maakt hem al. Roy, wanneer heb je voor het laatst gebarfd? Gast, ik zou het niet eens weten. Bada bada bada, bidi bidi bidi, bada bada bada, bidi 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 bidi. Ik ga weg. Joejoe. Hey! Ich gehe nach Deutschland, ja. Wir gehen nach Deutschland, ja. Und schnell, ja. Unbedingt sofort. Het is tijd om de RS6 op de linkerbaan te gooien op de autobaan. Mijn vader en ik gaan naar Duitsland samen helemaal naar Koblenz. Dat is... muziek gaat aan. Koblenz, dat ligt... Dat, waar ligt dat eigenlijk? Ja, het ligt een beetje in het... zuidwesten van Duitsland, toch? Ja, dus maar een beetje in het midden van Duitsland ligt het. Vlakbij Frankfurt. Nu weten jullie precies waar het is. Maakt niet uit, wij gaan naar Duitsland. Het is ongeveer 4,5 uur rijden. Als je normaal rijdt natuurlijk, maar wij ja, hebben... Wij doen er 6 uur over. Nou, als we spits hebben misschien wel. Ja, ja, wij gaan in de spits weg nu. Het is 4:30, vrijdagmiddag. Ja. Dus, maar we zien wel. Ja, we gaan wel. Eerst het adres er even intikken, zo denk ik. Ja, op de navigatie. En dat is dus in de buurt van Koblenz bij Frankfurt. En daar moeten we heen vanwege een beurs. En die beurs is morgen. Alleen omdat het zo ver rijden is, gaan we er alvast nu heen. Pakken we een hotelletje, gaan we daar lekker pitten. En natuurlijk gewoon even die autobaan pakken. Dus gewoon goede shit. Ja. In de vlog van morgen gaan jullie precies zien waarom we naar Duitsland gaan. Maar voor nu houden we het gewoon lekker bij. We gaan naar een hotel. Omdat we morgen een beurs hebben. Ik heb, ja. En we gaan maar houden, want als het lang duurt, dan worden we ook beurs. Gaan we gewoon even lekker chillings poppen in de wagen, pap? Ja. Dag Bobo. Dag Bobo. Doei. Doei. Dames und Herren, Bundesrepublik Deutschland, kein Stau. En geen snelheidslimiet. Kijk maar. En dat is 200. Ha, gelijk hè? Zo snel gaat het nou. Geen file, lekker gas erop. Yes. En hier is die voor gemaakt, hè. Oké, okay, ik ga 100 rijden. En dan gewoon... Oh, er komt een bocht aan. Ja, het is zo'n genot, die autobaan, jongens. Echt. Ja, als de autobaan ooit verdwijnt, dan verdwijnt er een stukje Duitse cultuur. Echt waar, dat meen ik. Dat is echt... Hier... Adrenaline van, jongen. Wat een ding blijft dit ook, hè. Het is echt niet normaal, hè. We zitten nu al aan de 250, man. Film het eens dan. 270, harder mogen we niet. Dat was al 270, hè.
Kon je het zien op camera? Snelheid? Ik denk het wel. Film het, hè? Film je? Ja, ik film. Ja, ik film. Het is een nieuwe RS6 dit. Ja. En wij hebben de oude. Joejoe. Er stond gewoon even een nieuwe RS6 daar. Ja, gaaf. Of stond, hij reed. Ja, ik wou zeggen. Hij komt achter de baan. Hey! Volgens mij gaat hij ons nu inhalen. Ja, laat hem hem inhalen. Dat is leuk om te zien. Oh, dit is een BMW. Ja, dit is hem. Dit is hem. Daar gaat hij. De nieuwe RS6 houden. We hebben een stukje in Duitsland gereden. En nou is de tank natuurlijk leeg. En kijk eens wat ze hier hebben. Ultimate 102. Voor de mensen die het niet snappen, ik zal het even uitleggen. Je hebt meerdere soorten benzine die je in je auto kan gooien. De meeste mensen gooien 95 erin. Dan heb je 98, dat is duurdere benzine, dat is goed. En dan heb je 102. En dat is echt heel goed. Dat is echt zo lekker voor je auto. Ik heb nooit in mijn auto 102 gegooid, hè. Altijd 98. Altijd 98 en nu gewoon 102. Hoe ziek is dat? Wat is de prijs voor een liter? 1,86. Ja, maar dan heb je wel het beste gezien wat er is, hè? Ja. In Nederland is dat ongeveer dezelfde prijs voor 98. Kun je nagaan. Het is dus ook zo, als je beter benzine in je auto gooit, dan haal je ook meer vermogen uit je auto. Dus met de beste benzine rijdt hij gewoon het best. Oh, ik vind het echt vet. 102. Ja, je kan het in Nederland ook gewoon tanken, hoor. Alleen, je hebt het bijna nooit bij een random pomp langs de snelweg. Dan moet je het echt zoeken in Nederland. En hier heb je het gewoon even langs de snelweg. We gaan natanken, gaan we betalen. En dan gaan we even hier om de hoek lekker wat eten. Ja. Broodzeit des Monats. Landbroodje. Mit Butterbrust, Frischkäse und Apfelchili Chutney. Oh la la, ich habe Pommes frites mit einem Schnitzel und Erdbeermilch. En wat heb jij, pap? Ik heb een Jägerschnitzel. Een Jägerschnitzel. Doe mij maar een Jägerbom. Weet je wat dat is, een Jägerbom? Is maar goed ook. Beter voor je lever. Tam tararam tam tam. Het grote moment is aangebroken. Ik heb het je al een paar keer aangeboden om in mijn auto te rijden. Ja, je wilde niet, maar je kiest wel het goede moment om voor het eerst te gaan rijden. In Duitsland. Ja. Maar we gaan eerst rustig gewoon eventjes wennen. Totdat je één keer met je voet het gaspedaal een beetje aanvoelt. En dan weet je wel dat je je niet kan inhouden als je in Duitsland bent. Ik ga toch mijn best doen. Je weet hoe die aan moet? Ja. Oké. Okay. Als het goed is wel. Een hordel op de rem. Hij staat in P, dus goed. Nou, dan zou hij het nu moeten doen. Kijk eens. Wow. Lekker. Nou pap, even lekker een stukje rijden. Ja. We gaan nu de aaltappen aan of ja. Voel je wat voor kracht erop dat ding zit? Niet normaal, hè? Nice. Voelt dat gelijk vertrouwd of moet je wel even wennen? Het enige waar ik moet wennen is dat aan de achterkant alles geblindeerd is, dat je niks ziet. Ja, je ziet geen fuck achter, want alles is geblindeerd. Maar daarvoor heb ik mijn dode hoekdetectoren in mijn buitenspiegels. Het is tijd om hem even op zijn staartje te trappen. Komt-ie. We rijden even achter een 812 super fast, hé. Hey. En we houden hem nog even bij. We houden hem bij. We halen hem nog in ook, ja. Hij houdt zich rustig, want hij zit hier in een bocht. Je hoort die V12 blazen, jongen. Gas erop. We halen hem even in, hoor. Hé. Hey. Hij voelt zich opgejaagd. Hij denkt, het is goed geweest. Daar heb je hem, hoor. Daar heb je hem. Haalt hij ons weer in. Zo, je hoort hem blazen, jongen. Geluid, hè? En daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Tijd voor een roomtour. Dit is onze prachtige kamer. We komen hier zo binnen en dan zie je de hotelkamer. En als we dan naar rechts gaan, dan heb je hier een prachtige badkamer, ja. Dit is onze prachtige badkamer. En dit is natuurlijk de pot voor je behoeften. En als je klaar bent met je behoeften en je wil je handen wassen, dan kan dat hier. Mooi. Als je naar jezelf wil kijken, dan kan je niet 1 keer naar jezelf kijken, of 2 keer, of 3 keer. Nee, 4, 5 keer. Je hebt gewoon 5 spiegels. Dan hebben we hier een mooie badkuip. / douche. Ik vind het zelf altijd super leuk om hotelkamervideo's te kijken en zo. En ook al is dit een redelijk normale hotelkamer, vind ik het altijd zo leuk om te laten zien. Dus ga ik nu ook lekker doen. Als we de badkamer uitlopen, hebben we hier nog een spiegel. Als we dan verder lopen, dan komen we in de hotelkamer. 2 bedjes, 2 twijfelaars, 2 twijfelaars.
Und eine Flasche Mineralwasser. We hebben hier een mooie flatscreen, we hebben hier een mooi broodje, we hebben hier één zetel en een tweede zetel, ja. Papa, voel je net om in de wagen te rijden? Ja, fenomenaal. Hé, hey, die Ferrari ging vol op het gas en we hielden hem gewoon bij. Ja, dat die Ferrari gewoon ons niet los kon rijden. Een Ferrari van... Nee, maar ik denk na de 250, ja. Daar had hij de kans niet voor, want het was te druk en te donker. Ja. Maar dan had hij ons natuurlijk wel zoek gereden. Maar... Nou, ik weet het niet. Ik had nog een beetje gas over. Ik had niet eens plank gas. Echt niet? Nee. Ik had echt niet plank gas. Nou, ik denk dat hij dan niet goed probeerde, want het is wel een 8-12. Ja, ja. We gaan zo even lekker even wat drinken beneden, want ik ben wel dorstig. Ja, we gaan even een lekker biertje drinken aan de bar. Hij heeft die zin in, hoor. Mijn vader en ik hebben nog een paar biertjes gedronken hier beneden aan de bar. Het was heerlijk en nu zijn we helemaal lam. Oké, nee, dat was een grapje. Mijn vader en ik hebben allebei twee biertjes op. We hebben gewoon lekker aan de bar gezeten, even lekker gechilled. En moet je dit nou zien, hè? Let op. Moet je dit nou zien? Are you dead, bro? Yes, he is dead, bro. Mijn vader, die zegt dit... Ik ga nu ook dit. Ik ga de vlog nu afsluiten. Ik hoop dat jullie van deze vlog genoten hebben. Ik heb absoluut genoten van vandaag. Ik vind het altijd helemaal geweldig als ik lekker mijn auto kan testen op de autobaan. Daar is hij natuurlijk voor gemaakt. Ik heb ervan genoten. Mijn vader heeft ervan genoten. En ik hoop jullie ook. Dames en heren, ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Doei, doei. Ik ga er vandoor. Later. Fuck you, bro.